Jan Wagenaar heeft zondag de titel Sterkste Man van Noord-Nederland 2010 gewonnen. De Hulk van Scharnegouten prolongeert daarmee deze titel en plaatst zich voor het gevecht om de sterkste man van Nederland. Ingrediënten voor het noordelijke titelgevecht waren een tractor van 10 ton trekken, een wheelflip, een trekkerband van 350 kilo meerdere keren omgooien, timberwalk, gewichten van 110 kilo in iedere hand, autobanden van 120 kilo tillen en de Stones of Strength, ronde betonstenen van 120 tot 170 kilo op een verhoging tillen. De strijd waaraan zo'n 30 sterke mannen meededen werd gehouden in de loods van loonbedrijf Brandsma in Wolsum. De organisatie en wedstrijdleiding was in handen van de in Wolsum geboren Wout Zijlstra. De sterkste man van Noord-Nederland, 30 meesten uit heel Nederland dan mooi. Titel is sterkste man van Noord-Nederland. 5 zwier onderdelen, trekkerloeken, grote trekkerband gooien, autoband tillen, maar gewichten sjouwen en stien als laatste. Alle spiergroepen betesten, schouders, rug, voeten, conditie. Ja, wie dan de sterkste is, die mag zich de sterkste man van Noord-Nederland nemen. Er wordt heel keihard getraind. Het is populairder dan ooit. 600 deelnemers aantal. Dus wij erg hoog niveau al. Plaats, maar ik wil elke wedstrijd eigenlijk wel winnen, dus ja, dat is voor mij heel belangrijk. Voor de sponsors en voor de motivatie, dus ja.